Hallo, ik ben Lies Veron. Ik zit in mijn tweede jaar beeldhouwen aan de Academie in Etterbeek, het Hof. En ik wil jullie even meenemen naar mijn werken die ik onder coronatoestand dit jaar toch heb kunnen maken. Wat jullie zo net gezien hebben, is het portret van een hele lieve en goede vriend van mij voor zijn 60ste verjaardag. Het is een bas-relief. De eerste keer dat ik dat maak dit jaar. En dit is daar ben ik wel trots op, mijn Josephine Baker. Ik heb jarenlang in mijn kamer dit beeld gezien in 2D, een tekening van Paul Colin, de danseres Josephine Baker met bananenrokjes. Die moet ik nog maken. En dan heb ik gedacht van hoe ziet die eruit als ik die nu eens probeer in 3D te maken. Dat heb ik gemaakt in plastiline. Dat is een soort plasticine voor kunstenaars. Joehoe. En dan heb ik daar een mal van gemaakt. Dan een steunmal uit gips. Dus een mal uit siliconen. En dit is het eerste probeersel. Ik heb dan ook gekeken van hoe kleur ik haar. Ik wou vooral een soort bronzen gevoel creëren. Er zit heel veel bronspoeder in de kleur, in de bruine kleur. En dan zijn we ook gaan kijken van naar een sokkel. En dan hebben we een hele fijne, dunne staaf genomen. Omdat dat zo, eigenlijk kan je ze haar op ooghoogte ongeveer zien nu. En lijkt ze echt te dansen en te zweven op die paal. En wat is het belangrijkste dat je zo in het rok geleerd hebt? Niet opgeven. Nee, het belangrijkste, wat niet geleerd is, meer het gevoel. Het gevoel dat ik met materiaal kan werken. Dus klei en plastiline zijn de twee materialen die ik heb leren kennen en waarmee ik heb gewerkt, in groot en klein. En dan hoe moeilijk het eigenlijk is om een 3D-beeld te maken. Dus het is echt arts en crafts. En het crafts gedeelte vind ik ontzettend spannend. Want je voelt je een beetje een alchemist. Want je moet zaken mengen en je moet weten hoe, wat, wanneer, wat bij elkaar past en wat niet. En als het niet bij elkaar past, dan kan het ook wel eens heel lastig worden. Dat moet je niet filmen, hè. Dat je Wat had je verwacht toen je aan het rock begon? De verwachting, ja. Ik wou gewoon een hobby. Ik wou eigenlijk beginnen met tekenen, maar de uren van beeldhouden waren. Ja, het is een heel praktische beslissing geweest eigenlijk. Ik heb ook nog een beetje getwijfeld, want ik zat helemaal met 2D in mijn hoofd. Maar ik kwam hier binnen in het atelier. Ik zag ook de tuin waar we hier nu staan. Die is echt gewoon enorm mooi. En daar, ja, als corona niet was geweest, dan hadden we deze tuin ook helemaal opgeruimd en klaargekregen om hier tentoonstellingen te maken. En had je verwacht dat je dit allemaal ging kunnen na 2 jaar? Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten, hè. We zijn in het eerste jaar begonnen met modellen. En in principe, je tekent eerst de modellen, dan maak je kleine sketches in klei van die modellen en dan ga je ze levensgroot maken. En dat was het eerste wat we gedaan hebben. Corona is daar dan een beetje tussen gekomen. Maar in het tweede jaar ben ik eigenlijk ook al begonnen met eigen zaken onafhankelijk van de opdrachten te gaan maken, zoals deze Josephine. En het leuke is, je komt met een idee en je wordt daar ook in ondersteund. En heb je al plannen voor volgend jaar? Ja. Ik werk aan de Vrije Universiteit Brussel en wij hebben daar een denker.
die staat op een heel hoog statief en die draait mee met de wind. De Denker in alle Staten. Dus een replica naar het beroemde beeld De Denker van Rodin. En er zijn ook heel veel kunstwerken ondertussen. Er wordt een hele sculpturenroute is er voorzien. Maar wij hebben geen denkster aan de VUB. En ik denk dat mijn denkster niet te hoog vanuit de toren moet blazen, zeker niet de Ivoren Toren, maar bereikbaar moet zijn. Het concept is, de denkster nodigt uit. Ze zit onder een boom en de sokkel is zo breed dat er 2, 3, 4 mensen naast haar kunnen zitten, met haar meedenken of gewoon hun broodje tegen haar rug opeten. Dat is het concept, nu nog verkopen aan de universiteit zelf. Ik hoop dat het lukt. Is er nog iets dat je wil meegeven aan mensen die geïnteresseerd zijn in het rock? Komen hè, en doen. De sfeer is tof. De sfeer is echt gezellig. Ik voel mij hier echt keigoed thuis. Er is ruimte voor initiatief en je wordt begeleid. Dus enkel nog zien dat we niet te veel coronamaatregelen meer hebben. Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan, Wim. En cut.